praat met elkaar. Mm-hmm. Vertrouwen en dialoog. Bereid zijn om er kennis van te nemen. Dat is geen doel, dat is een middel. Dat we op die manier meer duidelijkheid kunnen geven. En dat veel meer moeten pakken. Maar als het niet lukt, heb je toch tenminste iets geleerd. Dat ons geluk niet afhankelijk is. Probeer gelukkig te zijn met jezelf. Een beetje meer mekaars psychiater mogen zijn. Hebben we fouten daar gemaakt? Wat kunnen we daaruit leren? Ja, ik ben daarvoor. Ja. Wel, wat dan natuurlijk het grote issue is, en Bjorn heeft absoluut gelijk, in het parlement zoeken wij vaak en inderdaad binnen de commissies, en dan voel je dat ook onmiddellijk wel met welke mensen dat je kan werken en dat die in diezelfde visie staan. Ja. Het grote probleem is dat de camera's niet gericht staan op die commissie. Die camera's draaien in de plenaire, in debatprogramma's voor de televisie. En dan is het spijtig genoeg een electorale succesformule om heel hard uit te halen. En wat zijn in mijn ogen de twee basissen, en ik zie dat politici daar steeds meer en meer toe verglijden, omdat het werkt. En dat is 1, kies een vijand. Kies een vijand, en dus als je een vijand gaat hebben, dan heb je een groep rondom u die dezelfde vijand heeft. Ik ga een voorbeeld geven, Vlaams Belang. De vijand is voor hen de vreemdelingen. En iedereen die vreemdelingen niet leuk vindt, die zit bij hun in die groep. Voor N-VA is de vijand de PS. Wie is de vijand voor Open VLD? Niemand, dat is het grote probleem. Daarom scoren we. Zichzelf. Dat kan niet. Ja, en daarom scoren we ook niet. Daarom verliezen we die verkiezingen. Misschien geen vijand. Omdat dat een model is dat ons wel wat insteekt, maar je ziet dat dat model wel werkt. Het tweede wat dat men doet, en we hebben dat heel goed gezien de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, je kiest gewoon als politicus je favoriete vijand. He, dat is heel vaak gebeurd. Bart Wever, Paul Magnet. Het is weer opnieuw gebeurd. Bart Wever doet dat heel vaak, he, die tactiek. Bart Wever, Jos Daze. Wat zorgt daarvoor? Dat het debat alleen maar over hen beiden gaat. Dat de anderen die eigenlijk meedoen aan politiek quasi onvindbaar zijn. Bijvoorbeeld de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen. Men had de indruk, als je de kranten las, dat het enkel Bart De Wever en Jos Daze waren die meededen aan de verkiezingen. Ik heb heel weinig Kathleen van Bremt gezien. Ik heb de nonzen helemaal niet gezien. Dus waarmee dat ik wil zeggen, het is een succesformule en het doet mij pijn dat steeds meer en meer politici en politieke partijen daar naartoe grijpen, want dan ben je inderdaad compleet de nuance kwijt. Ja, ik heb er zoveel op te zeggen. Maar Siegfried is het waarschijnlijk niet eens met mij. Nee. Nee, er is één zinnetje, Stefanie. En wij kennen elkaar al heel lang. En dus ik denk dat er sprake kan zijn van wederzijds appreciatie. Maar wat je zegt daarnet was, we doen het zo omdat het werkt. Wel nu, dat laatste klopt niet. Aha. Het werkt niet of het werkt niet meer. De tegenstelling en de polarisatie is zo scherp. En inderdaad. Maar ze winnen wel de verkiezingen. Wel, daar zeg je nog iets anders. Bijvoorbeeld, het leek wel alsof in Antwerpen er alleen Jos Daze was en Bart De Wever. Daar heb je gelijk, maar dat zegt iets over onze media. Mee eens. En die moeten natuurlijk, en met name mijn ex-huis bij de openbare omroep, allee, je moet niet meelopen met de wolven. Je moet zelf nadenken en zeggen van, ja, maar dit gaat niet over Jos Daze en Bart De Wever. We moeten ook die anderen doen. Maar dus, ik heb gemerkt, want ik ben nog altijd mediaverslaafd, dat je dus naar niets anders kunt kijken dan naar hetzelfde. Ja. Terwijl ik dus ook wel eens een andere stem wou horen, wat heeft hij te bieden? Nu, los daarvan heb je ook nog iets anders gezegd, wat interessant is, en dan kom ik naar het boek. Je zei, ja, niemand is onze vijand als VLD. Ik vrees dat dat wel waar is, maar dat wijst eigenlijk op iets anders. Namelijk, de vraag, als ik nu mij eventjes in de geest van de VLD verplaats. Geef ons advies. Dan is de eerste opdracht van die partij om dus een oefening te doen in de zin van, waar staan wij voor? Als ik u kan troosten, ik denk dat dat in alle partijen een zeer pertinent probleem is. Ik kom uit de N-VA, ik heb het
talloze keren meegemaakt dat wij moesten zeggen, ja, wat vinden wij daarvan? Ja, wij wisten niet. En dan zijn we hebben wel geprobeerd om daar een antwoord op te formuleren. Om maar te zeggen dat natuurlijk de polarisatie, namelijk een scherp debat, heel belangrijk is. Het enige probleem is, als er alleen dat bestaat, en dat is wat Stefanie heeft beschreven, dan heb je een probleem. Want je moet naast die debatten, die natuurlijk altijd zwart op wit zijn, finaal trouwens, bijvoorbeeld in een parlement moet er ook gestemd worden, en je kunt niet genuanceerd stemmen. Je stemt voor of je stemt tegen, à la limiet onthoud je. Maar dus het punt is dat je, oké, polarisatie, ja, om het duidelijk te maken, want een van de redenen waarom er trouwens zoveel gepolariseerd wordt, is dat men bijvoorbeeld op de televisie waar ik heb gewerkt, ja, op een bepaald moment wel beu was dat er van die debatten waren tussen allemaal heren trouwens, die elkaar in de grond gelijk gaven met een kleine nuance. En dus hebben we, ik heb daar ook mijn bijdrage toe geleverd, geprobeerd om zo duidelijk mogelijk standpunten te hebben. Maar als je daarnaast, en dat is de verdienste van het boek, het zou eigenlijk verplichte lectuur moeten zijn voor wie verantwoordelijkheid draagt. Er zijn ook dingen waar ik niet mee eens ben. Maar dat mag, maar dat is de bedoeling. Maar dus, als je naast de gepolariseerde meningen ook niet meer met elkaar kunt praten, ondanks de verschillen die natuurlijk vaststaan, dan heb je een probleem. En ik vind, de verdienste van het boek is net dat je dus eigenlijk gedwongen wordt van, ja, waar zijn wij mee bezig? Je moet, en dat is het begin van de wijsheid, en dan stop ik, want ik weet dat ik al lang aan het praten ben, nee. Dan je moet eigenlijk jezelf durven in vraag stellen in je standpunten. Zij het dat je dat doet in andere fora dan op het publieke forum. Om te kijken van wat vinden wij eigenlijk. En, dat is het allerlaatste wat ik ga zeggen. Als je dat systematisch doet. Ik verwijs trouwens naar een nog ander boek. Namelijk het boek van Johnny van Severand. 35 jaar wedstrijdjournalistiek. Een van de zinnetjes die daarin staat. Is dat hij in die 35 jaar geleerd heeft dat iedereen wel een beetje gelijk heeft.